De presidenten Irfan Ali van Guyana en Jair Bolsonaro van Brazilië zijn vanmorgen aangekomen in Suriname. De staatshoofden werden opgewacht door vicepresident Ronnie Brunswijk. Wij brengen nu enkele fragmenten van de verschillende aankomsten. President Chandrika Persat Santokhi heeft zijn ambtgenoten plechtig ontvangen op het presidentieel paleis. Tijdens dit twee dagen durende bezoek zullen de staatshoofden onderlinge afspraken maken voor intensievere samenwerking. Persbureau Reuters schrijft dat er afspraken gemaakt zullen worden omtrent economische samenwerking na de recente ontwikkelingen op het gebied van olie en gas in Guyana en Suriname. Het Arco Norte-project moet voorzien in de energiebehoeften van de drie landen. Na de bilaterale gesprekken is de verwachting dat de presidenten zullen overgaan tot het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Morgen, vrijdag 21 januari, vertrekt de Braziliaanse presidentiële delegatie vanuit Suriname naar Guyana. De Guyanese president is voor enkele uren in Suriname aanwezig en vertrekt later op de dag.